Hartelijk dank voor de uitnodiging om bij de opening van deze Vlaamse klimaat- en energietop een beetje een Europees perspectief op deze materie te werpen. In het Europees Milieuagentschap, een instelling van Europa, werken wij reeds meer dan 15 jaar aan het onderbouwen met solide informatie van dat Europese beleid. En in de laatste 10 jaar veel meer dan elders, denk ik, aan het koppelen van het energie- en het klimaatvraagstuk op een zeer fundamentele manier. Zo zijn we onder andere verantwoordelijk voor de Europese rapportering aan het klimaatverdrag. Volgen wij zeer nauwgezet de ambities van Europa en de lidstaten op wat betreft hernieuwbare energie, energieefficiëntie en uiteraard de uitstoot van broeikasgassen. Het is gebaseerd op dit werk dat ik een inleiding zal geven die hopelijk een kader schetst voor de komende decennia en de ambities die Europa daarvoor formuleert. Wanneer ik spreek over een kader van decennia, dan is het belangrijk om te stellen dat wij ons werk organiseren rond 3 tijdsgewrichten. Enerzijds de ambities voor 2020, die zijn er uiteraard en die zijn belangrijk. We kennen de ambities rond klimaat en energie, de 2020-doelstellingen rond vermindering van uitstoot, energieefficiëntie, verbetering en de doorbraak van hernieuwbare energie in Europa. Tezelfde tijd, en daar ga ik het verder niet over hebben, mogen we niet vergeten dat Europa ook het adaptatie, het aanpassingsbeleid sterk op de agenda aan het zetten is, omdat het klimaat verandert en we daar reeds vandaag de gevolgen van zien. Maar belangrijk voor vandaag, denk ik, is de agenda voor 2030. En die agenda die is zeer snel aan het ontwikkelen. Die houdt een totaal nieuw pakket aan maatregelen en doelstellingen in rond die 3 componenten die ik al genoemd heb, maar ook, sterker dan ooit tevoren, een sectoraal beleid. En daar ga ik me wat meer op toespitsen tijdens de uiteenzetting. Wat relatief nieuw is en wellicht wat onderschat wordt, is het feit dat Europa in toenemende mate ook een 2050-agenda ontwikkelt. En die agenda is relatief eenvoudig samen te vatten. Die stelt dat we van een koolstofintensieve naar een koolstofarme samenleving moeten gaan. Die stelt dat we van een lineaire economie, waarin we grondstoffen niet echt zeer productief en efficiënt aanwenden, naar een circulaire economie moeten gaan. En die stelt dat we biodiversiteit, natuurlijk kapitaal, zoals we dat vandaag noemen, essentieel zijn in de samenleving van de toekomst. Het is die 2050-doelstelling die in grote mate mede naald op het kompas zet voor dat Europees beleid. Wat is nu de kernuitdaging voor de komende decennia? Die is, denk ik, om het pad waarop Europa zich vandaag bevindt, en dat is de uitstootvermindering. En ik denk dat we met enige trots toch kunnen zeggen dat Europa de enige regio is die het Kyoto-protocol echt heeft uitgevoerd. Wij zitten vandaag op -25% uitstoot in vergelijking met 1990. En de economie is sindsdien gegroeid met 50%. Dus die absolute ontkoppeling die neemt plaats. Maar de doelstellingen voor 2030, waar we naartoe moeten, en die van 2050, en dat is een vermindering met 80% tot 95%, die vereisen een versnelling van waar we mee bezig zijn. En die versnelling die kan je als volgt voorstellen. 1990 tot nu hebben we ongeveer 0,9% per jaar aan emissiereductie gedaan. Om aan 2030 te geraken, -40% in Europa, zullen we ongeveer 66% per jaar meer moeten doen. Ja, dat is zeer veel meer dan we gewoon zijn. En degenen die denken dat we er dan al zijn, tegen 2050 zullen we de inspanningen moeten 3 tot 5-voudigen op jaarbasis. Dus dat zijn enorme uitdagingen. Wanneer je die uitdagingen in lijn zet, en dit is de officiële koolstofarme trendlijn die Europa gebruikt om zijn beleid uit te stippelen, dan merk je 2 dingen. Enerzijds het huidige pad waarop we ons bevinden, zal ons lang niet naar die 80% vermindering gaan. En dat is de minimumdoelstelling. 2, wanneer je kijkt naar het blauwe gedeelte, dat is de energiesector, dan merk je
dat die bijna volledig koolstofvrij zal moeten zijn. En drie, wat je ook merkt, is dat een sterk sectoraal beleid zal nodig zijn, omdat je met die energiesector alleen er helemaal niet zal komen. Dus dit is een beleid wat je niet kan beperken tot een omschakeling in je energiesysteem. Dat is een zeer belangrijke boodschap. Gisteren is de Europese Commissie uitgekomen met het voorstel, het winterpakket, zoals het heet, alhoewel het in de herfst uitkomt, maar bon, het is het winterpakket. Liefst 1000 bladzijden met voorstellen. En die voorstellen kan je een beetje beschouwen als de lange termijn visie op hoe we met het Parijsakkoord zullen moeten omgaan in Europa. En u kent de uitdagingen van het Parijsakkoord. Die gaan over een vermindering van uitstoot die ons houdt met een gemiddelde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden, well below 2 degrees, zegt de tekst. En met een bijkomend ambitieniveau dat is ingebouwd, een aspiratie van 1,5 graad. Om dat te doen heeft Europa een pakket maatregelen uitgewerkt die vorige zomer zijn aangekondigd, het zomerpakket. En die gaan over nationale doelstellingen voor alle lidstaten rond broeikasuitstoot voor 2021-2030. Die moeten gezamenlijk resulteren in een vermindering van 40%. Die 40% houdt ons op het traject dat ik in de vorige slide getoond heb en is dus een minimuminspanning die we moeten bereiken om op de route te blijven die we voor onszelf gesteld hebben. Twee, en belangrijk, denk ik, er is een duidelijk signaal rond wat we noemen landgebruik en bosbouw. En landgebruik houdt natuurlijk niet alleen in bebouwing, het pakket dat gisteren en vandaag is aangekondigd en waarnaar de minister-president verwezen heeft, maar heeft ook een sterke component landbouw in zich. En dit is een grote uitdaging voor het Europees beleid. En ten derde was een zeer sterk signaal rond koolstofarm transport. Het winterpakket, wat dus gisteren is uitgekomen, stelt de normen voor hernieuwbare energie en die gaan op Europees niveau op 27% zitten voor 2030 en rond energieefficiëntie 30% winst. Zeer belangrijk is dat Europa stelt dat dit moet samengaan met grote investeringen en vernieuwing in het netwerk van elektriciteit in Europa en dus een Europees geïntegreerd netwerk zal noodzakelijk zijn om daar te geraken. Daarbovenop is er een wat men noemt governance pakket, waarbij men gaat zorgen dat dit gemonitord wordt, opgevolgd wat de lidstaten moet toelaten om op Europees niveau te zorgen dat we samen die vooruitgang boeken. Ons rapport dat vandaag uitkomt rond de doelstellingen 2020, stelt zeer duidelijk dat Europa nu op weg is om die doelstellingen te halen, die 2020-doelstellingen, maar, en de term die we gebruiken is alarming, ja, er zijn een paar alarmerende trends, en in het bijzonder voor mobiliteit en transport. Ja. Dus daar waar we gepiekt hebben in 2007 en een neerwaartse trend zagen, weten we nu dat die voornamelijk gekoppeld was aan de Europese crisis in Europa. We zien de transportemissies terug stijgen. En onze voorspelling is dat als we niet ingrijpen, dat ze zullen blijven toenemen. Wat van transport de enige sector maakt die sinds 1990 een stijgende trend kent en geen dalende trend. Bovendien is het ook zo dat de doorbraak van hernieuwbare energie in die transportsector erg achterop hinkt. Daarboven stellen we dat in heel wat lidstaten om de doelstellingen van 2020 te halen bijkomende beleidsmaatregelen en investeringen zullen moeten genomen worden. De minister-president heeft in zijn toespraak verwezen naar wat dit voor Vlaanderen betekent. Wat belangrijk is, en dit is een fundamentele boodschap in het werk van het agentschap, is dat wij tot de conclusie komen op basis van de wetenschap en wat we monitoren, dat die 2030 en vooral die 2050 doelstellingen niet zullen bereikt worden door een efficiëntiebeleid zoals we dat de voorbije decennia gevoerd hebben. En dat is een beleid dat uitgaat van bijvoorbeeld in dit plaatje het feit dat we die ontploffingsmotor steeds efficiënter kunnen maken. Die is efficiënter geworden. 20, 30 jaar geleden verbruikten we meer energie
om met de wagen te rijden. En wij zijn ons zeer bewust van een aantal meetproblemen daar. Wij zijn voor het Europees Parlement moeten komen getuigen in de zogenaamde dieselcommissie. Maar bon, we zien efficiëntiewinsten. Maar het is een illusie om te denken dat je het transport- en mobiliteitssysteem koolstofarm of koolstofvrij zal kunnen maken door efficiëntiewinsten in de ontploffingsmotor, die in essentie een motor is die op die energiebronnen gebaseerd is. Dus als we allemaal elektrisch rijden, dan zijn we er. En dat is inderdaad een heel andere technologie, heeft een veel hogere efficiëntie. Als je die dan gebruikt in een flexibel netwerk van hernieuwbare energie, door batterijcapaciteit te gebruiken om intermittentieproblemen aan te pakken, dan heb je een meer systemische aanpak. Maar technologie alleen gaat ons er niet brengen. Dat is onze conclusie. We zullen een maatschappelijke verandering nodig hebben, want anders gaat de wedstrijd met elektrische wagens er nog precies zo uitzien. Een grijze straat in het hart van Europa met uren per dag file, omdat we diezelfde wagen, waarin we alleen de motor veranderd hebben, gaan blijven gebruiken met 1,4 persoon per verplaatsing, met ongeveer 6% gebruik van de tijd en met een mobiliteitspatroon dat hoegenaamd niet aangepast is aan duurzaamheid. Dus een systeembenadering vertrekt vanuit heel andere elementen, vanuit de vraag waar die mobiliteit vandaan komt. En dan kom je bij ruimtelijke planning terecht, dan kom je bij werk- en privéorganisatie terecht, dan kom je terecht bij hoe je functies in de samenleving verknoopt, dan kom je terecht bij vraagstukken waar we veelal in ons mobiliteitsdebat nog niet echt aan toegekomen zijn. Dus die efficiëntieverbetering die gaat ons er niet brengen. En ik zal dit zeer kort illustreren zonder details. Op de slide ziet u telkens de onderste lijn is de efficiëntieverbetering, in dit geval in de hele economie. We zijn energie-efficiënter geworden. De bovenste lijn is telkens de economische groei, in zekere zin. En u ziet dat energieverbruik ongeveer hetzelfde blijft. Dit is niet compatibel met die lange termijn doelstellingen. Waarom? Omdat die efficiëntieverbeteringen grotendeels plaatsvinden binnen de huidige technologieën en zonder maatschappelijke verandering. Hetzelfde geldt voor het transportsysteem, waarbij de onderste lijn de verbeteringen zijn in die ontploffingsmotor, de drie bovenste lijnen het aantal wagens op de weg, het aantal gereden kilometers zijn en je dus zit met een redelijk egaal resource use. Dus daar is geen echte verbetering wanneer je kijkt naar het energiegebruik. Woningsector, hetzelfde. Onze woningen zijn efficiënter. De apparaten die we daarin hebben staan zijn efficiënter. Maar gemiddeld in Europa zijn we groter gaan wonen. We hebben meerdere woningen gemiddeld dan een aantal jaar geleden. En dus dat totale energiegebruik is vlak gebleven. Ja. Een aantal manieren om die impasse, zou je kunnen zeggen, te doorbreken, is werken met beleidsmechanismen die we behoorlijk goed kennen. Een eerste beleidsmechanisme is wat wij noemen de co-benefits. Je gaat zorgen dat doorbraken op energie en klimaat gekoppeld worden aan doorbraken in andere maatschappelijke thema's. Mobiliteit en gezondheid is zo'n thema. Dit is de kaart van Europa waarop u de grote probleemgebieden ziet, Oost-Europa en de Po-vlakte. Maar ook als we naar ons streek in Europa kijken, onze zone in Europa, weten we dat daar mobiliteit nogal gekoppeld is aan luchtkwaliteit. En de manier om dit aan te pakken is te gaan naar een mobiliteitssysteem dat een pak intelligenter is op allerlei manieren en daardoor ook een deel schoner is en wat zal resulteren in een heel pak voordelen rond klimaat en energie. Dus die co-benefits zijn hier redelijk cruciaal. Ons rapport rond luchtkwaliteit in Europa, dat pas is uitgekomen, maakt zeer sterk die link en moedigt overheden aan om die zaak gezamenlijk aan te pakken. Een andere aanpak die vandaag de dag centraal staat in Europees beleid is wat we noemen de nexus issues, waar mobiliteit en energie samen worden bekeken vanuit die transitie. We hebben net een rapport uitgebracht over elektrisch rijden met de focus op de energiesector en wat dit betekent voor de doorbraak van hernieuwbare energie in Europa en hoe die twee kunnen en zouden moeten
samengaan. Een rapport dat volgende week uitkomt, gaat dan ook over een transitie in het mobiliteitssysteem en hoe die samengaat met klimaatdoelstellingen, energiedoelstellingen en een aantal andere maatschappelijke doelstellingen. Een zeer moeilijke noot om te kraken. Ik denk in heel veel Europese landen is de connectie tussen het landbouw- en voedselsysteem, en ik zeg met opzet het landbouw- en voedselsysteem, niet alleen het landbouwsysteem, en die koolstofarme economie. En daar zijn thema's als landgebruik van groot belang. Ook landgebruik als een manier om uw koolstof te capteren en te behouden. Dus ook in die koolstofcyclus. Het energiegebruik in ons voedselsysteem, chemische bemesting op basis van oliederivaten, de transport van voedsel, de food miles die daarover gaan, voedselafval waar rond Europa beleid begint te ontwikkelen. En dit zal moeten resulteren binnen enkele jaren in een aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de Common Agricultural Policy, waar nog heel veel werk voor de boeg is, maar waar wij merken dat de landbouw- en voedselsector de wending aan het maken is om zich volledig in lijn te stellen met die grotere maatschappelijke doelstellingen. Hetzelfde geldt voor de circulaire economie. Nogmaals, geen details. De essentie is dat we niet aan die klimaatdoelstellingen gaan geraken als we niet naar een veel efficiënter gebruik van grondstoffen gaan. Er zit te veel koolstof verankerd in die inefficiënte materiaalcyclus om de doelstellingen te bereiken. Vlaanderen heeft hier een koppositie in Europa. Wij werken samen met OVAM en Vito zeer intens om op Europese schaal dit thema verder op de kaart te zetten. Dus ik denk dat het duidelijk is, het is een illusie om niet dit soort transitie naar een ander soort economie en een soort materiaalsdenken in plaats van een afvaldenken te koppelen aan de doelstellingen waar we voor staan. 2030 als eindpunt. Is dat de doelstelling? Nee, want het gevaar is daar lock-ins. Je kan die 2030-doelstelling bereiken door je klassieke energiesysteem efficiënter te maken, door die auto nog wat efficiënter te maken, maar je kan alle miljarden maar één keer besteden en dan gaan ze zitten in die oude systemen die ons niet toelaten om de 2050-doelstellingen te bereiken. Als je denkt aan 2050 als een einddoel, dan is het duidelijk dat we die transitie in totaal nieuwe technologieën, maar ook totaal nieuwe samenlevingsvormen, modellen, nieuwe houdingen, businessmodellen zullen moeten maken. Anders gaan we daar niet komen. En dit wil zeggen out of the box, ja, innovatie. En zaken anders bekijken, anders aanpakken. Noodzakelijke beleidsvoorwaarden. Consistentie. Je kan niet je energiebeleid om de 4 jaar heruitvinden. Je kan niet uw mobiliteitsbeleid om de 4 jaar heruitvinden. Je kan niet uw ruimtelijke ordening heruitvinden. Dit vereist consistentie. Niet alleen voor investeerders, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Coherentie, erg belangrijk. Je kan dit niet vanuit milieu en vanuit klimaat alleen. Dit vereist consistentie in fiscaal beleid, subsidiebeleid, financieel beleid, research and development, innovatiebeleid, onderwijsbeleid. Dit is een samenleving in ontwenteling en dus coherentie is absoluut noodzakelijk. Visionair. Ja. Dit gaat over de toekomst vormgeven, niet over de toekomst voorspellen. Ja, dat is een heel andere dynamiek. Dus we gaan mensen moeten motiveren om met een visionair beeld aan de slag te gaan en zich te engageren. En de minister-president, denk ik, heeft in zijn openingsuiteenzetting duidelijk gemaakt wat dit betekent. Sterke implementatie en een sense of urgency. 2030 en 2050 zijn nu. De centrale die u nu bouwt, is nog operationeel in 2050. De ruimtelijke ingrepen die u nu maakt, die hebben decennia lang impact. Uw investeringsbeleid vandaag zal decennia lang daar zijn. Dus 2050 is niet ver weg, het is vandaag. Ja. Conclusies. Enerzijds, die klimaat- en energiedoelstellingen zijn cruciaal, maar sectoraal beleid is absoluut noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken. Dit wil zeggen, naast het energiesysteem, transport,
landbouw en voedsel en duurzame stadsontwikkeling. We moeten van een efficiëntie naar een fundamenteel transitie denken. We gaan er niet komen met de huidige systemen die we kennen. Het grootste risico, denken wij, is beleid en investeringen die leiden tot lock-ins, want u hebt de middelen uitgegeven, maar u gaat ze uitgeven op een manier die eerder belemmeren om 2050 te bereiken dan het mogelijk maken. En dit kan goed bedoeld zijn of een gemakkelijkheidsoplossing. En 2030 en 2050 zijn vandaag. Dank u.